Toneelspelen is heel leuk om te doen en van alle tijden. En of je nu een professionele acteur bent of gewoon af en toe deelneemt aan een plaatselijke toneelvereniging. Toneelspelen kan een waardevolle en lonende ervaring zijn voor iedereen die zich aangetrokken voelt tot de magie van het podium. In de gemeente Leudal zijn diverse toneelverenigingen actief, zoals toneelvereniging Kiekmeer. Door middel van een cursus kunnen geïnteresseerden ervaren hoe het is om toneel te spelen. Maar wat leer je nou op zo'n cursus? Een beetje hoe je kunt acteren en de verschillende soorten. En we hebben zelf ook een klein stukje opgevoerd toen. Dus dat hebben we eigenlijk geleerd tijdens deze cursus. En hoe heb jij het ervaren, Marit, de cursus? Ja, het was heel erg leuk. Het was vooral heel leuk omdat we in echt 6 weken tijd eigenlijk het hele stuk van toneel hebben leren kennen. Dus echt het stukje opwarmingsoefeningen, een toneelstukje oefenen, tekst leren. Zelfs de griem en alles is erbij komen kijken. Dus op die manier hebben we eigenlijk alle basisdingen van het stuk toneel mee mogen maken. Dus dat is natuurlijk heel erg leuk. En wat dacht je toen je op de cursus zat? Het valt mee of het valt tegen? Ja, in het begin vond ik het, toen dacht ik echt van wat gebeurt nou, zeg maar. Maar daarna vond ik het wel echt heel leuk om te doen. En wat vind je lastig? Om verschillende emoties en zo te tonen als je dat niet echt bent, zeg maar. Dit is de regisseur. Wat doet hij eigenlijk? Wat doet de regisseur? Een amateur toneelvereniging heel veel. Ik begin met het script met u te zoeken. We hebben een lijstcommissie. De zoeken zie het script uit. Dan gewoon echt er nog een stukje 4 van lezen. Nou goed, en dan blijft er 1 over. Nou goed, dat weer het stuk dan. Dan gaan we door de personages bijzoeken. Dat doet de regisseur. Hij gaat nadenken over de kleier. Hij gaat nadenken over de koor. Hij gaat nadenken over de muziek bij het stuk. Hij gaat dus eigenlijk overal over nadenken. Dan gaat er nadenken over de mise-en-scène op het podium. Wie iedereen moet lopen. Dan de personages uitdiepen. Welke tik dat ze hebben of wat dan ook. Ja goed, en dan ga je ze regisseren, dan ga je ze pas echt werken. En in het hele project probeer ik altijd het creatieve gedeelte natuurlijk een stuk van mij goed bij de verantwoordelijke neer te leggen die de koor bijvoorbeeld bouwen. Maar ik laat er heel veel aan er zelf over, zodat het ook van haar werd. Het moet namelijk van de ganse vereniging werken en niet alleen van de regisseur. Nou is dit een toneelstuk wat best wel veel voorbereiding vraagt. Hè? Dat is ook logisch. Wanneer begin je al aan de eerste oefeningen, zeg maar? Nou, we beginnen in september, per 1 september beginnen met repeteren. En let's maar, dus de uitvoering. En dat gaat in dit stuk net. Je hebt ook producties, die hebben langere voorbereidingstijd. Maar dit stuk is dat precies acceptabel. Meestal zien we een 40 repetities heb je nodig. Maar dan moet je... Oh, ik was dialect denk ik al eens enig. Maar dan moet je ook nog denken dat je de voorbereidingstijd naar aanloop van de eerste repetitie. Ja, daar gaat ook nog wel wat tijd in zitten. En nou heb je ook een paar jongeren, maar het is best lastig om jongeren te vinden. Ja, dat merk ik. Ik regisseer bij meer toneelverenigingen. En dan merk je gewoon dat de vergrijzing ook bij de toneelwereld wel een toeslag is. Dat heeft denk ik ook te maken met de stukken die we kiezen. Hè? De stukken zijn best vaker want ze wat oudbollig. Goed, we hebben met deze vereniging hebben we in september een workshop gedaan. Dus daar hebben zich het minst aangemeld. Nou, 3 gaan nu figureren. En hopelijk spelen die volgend jaar met. En ik kan nog al verklappen dat we waarschijnlijk in september weer een gratis met een workshop gaan haaien. En dan hopen we dat er nog een paar blijven plekken. En dan is het ook weer de keus om die jongeren ook met te laten denken aan het nieuwe stuk. Zodat het ook weer van haar werd en wat bij haar past. Want dat het willen de jongeren uiteindelijk, hè? Dat het ook iets is wat waar ze zichzelf in herkennen. Ja, precies, precies. En dan zal ze gaat anders moeten zoeken naar nieuwe toneelstukken en niet naar de oudbollige trend wat er allemaal is. Maar dat is wel een uitdaging, maar dat is wel de leuke uitdaging natuurlijk. Ook voor mij als oudere regisseur. Welkom in de goedkoopste dierentuin van Nederland. Voor kerstjes, muntjes en platte gruntjes moet je bij mij zien. Verder hebben we een zeer exclusief restaurant. En met een beetje geluk zit je vandaag de beste rondlopen. Mijn naam is Rudy en ik heet je van harte welkom. Resi, hoe komt de keuze voor een toneelstuk tot stand? Nou, bij de vergadering, bij de laatste vergadering van het seizoen, dan vragen we van wie doet er volgend jaar met. Dan doen er bijvoorbeeld 4 mannen met en 4 vrouwen. En dan gaan we zoeken met een leesgroepje, dat zijn 4 mensen van de vereniging. Die gaan dan stukken, kleine samenvattingen van stukken gaan die doorlezen.
En dan kijken we van dat Ligius wel gaat of dat Ligius niks. En die ons gaat leken, dat zijn er een stuk of 10 meestal. Die laten we, dan, daar laten we een zichtzending van komen en die gaan we dan lezen. Dus dan lezen we het toneelstuk in het Nederlands natuurlijk. Dan komen we een aantal keren bijeen om 1 of 2 keuzes te maken. Die leggen we nog voor aan de regisseur. En die beslist dan uiteindelijk van daar gaan we met wie. Maar waar let je vooral op? Het moet leuk zijn, er moet humor in zitten, het moet eigenlijk een klucht zijn. Liefst moeten de rollen een beetje verdeeld zijn, niet één een hele grote rol en de andere allemaal maar kleine rolletjes, maar een beetje eerlijk verdeeld. Of als iemand aangeeft, ik wil hier een kleine rol dit jaar, dan houden we er ook rekening met. En heb je voldoende spelers om mee te doen? Op dit moment hebben we 8 spelers die mee doen, maar we hebben dus 3 dames, jonge dames, die heb je straks al gezien en die hopen we dat die erbij blijven, zodat we ook een beetje een betere leeftijdsverdeling krijgen, want we zijn allemaal ongeveer even oud. En heb ik ook gehoord dat er nog kinderen komen? Ja, straks doen er een groep kinderen met van Jong Tumult, dat is de jeugdharmonie hier. En die repeteren soms gelijk met ons, dus die zijn we regelmatig eens. En die hebben we benaderd om mee te doen dadelijk in een figurantrol. En mogen ze dan ook aangeven wat de rol inhoudt? Ze beelden een groep kinderen uit die naar de dierentuin komen. En die van tevoren al een deel nuttigheid uit horen voordat ze binnen zijn. Goedemorgen, welkom. Jij wordt 4 keertjes voor u, uw vriend en de 2 kinderen. En mocht u een uitvoering willen zien, kijk dan op de Facebookpagina van toneelvereniging Kiekmeer Graten.